Goedenavond, het is donderdag 21 april, 10 uur precies, dit is Van Dien Live. Legaliseren, verbieden of gedogen, wat moeten we met wiethandel? Die criminaliteit is ontstaan door het verbod. Nogmaals, als je boerenkool gaat verbieden, de teelt, en je staat de verkoop toe, krijg je dezelfde problemen. Het heeft niets met de plant te maken. Het verbod is het probleem. Ja, dit is natuurlijk Nederland, maar in New York is nu een wereldwijde conferentie bezig over de war on drugs. En hoe zit het in ons land? Straks een debat erover met twee politici en een advocaat. En vandaag is ze 90 jaar geworden. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Ja, ze zit zo ongeveer een mensenleven op de troon. Soms heeft ze ook een gevoel voor humor. U zag het net straks, alles over Queen Elizabeth. Met twee kenners en een liefhebber. Maar we beginnen met popster Prince. Want vanavond werd bekend dat de 57-jarige artiest is overleden. Ja, we gaan uiteraard over Prince praten met Lars Meijer, oud-muziekjournalist, Prince-kenner. Ja, Jan Kuitenbrouwer, Prince-fan en heeft hem ook ontmoet. En natuurlijk met Gerard Bett, oud-uitgever van muziekkrant Oor en ook de Hitkrant. En de Hitkrant, ja. Zeker, ja. En weet ook alles van Prince, heeft hem ook ontmoet, hè? Ja, twee keer. Maar laten we eerst aan jullie even vragen van wat is er gebeurd? Want dit is een wereldmoment natuurlijk. Iedereen reageerde erop, heel veel mensen natuurlijk enorm geschokt. En toen jou belde jij ook, Lars. Ja. Verschrikkelijk nieuws. Ik kan het nog steeds niet helemaal bevatten, hoor. Ik word ook wel een beetje emotioneel als ik eraan denk. Maar ja, het is heel gek. Ja, vorige week had hij de griep en heeft hij shows uitgesteld. En ja, die heeft hij toen alsnog gedaan. En hij liet ook weten vanuit Paisley Park afgelopen weekend, het gaat goed met me. Hij liet zijn nieuwe gitaar zien, zijn nieuwe piano had hij gekregen van Yamaha. Ja. En ja, alles leek prima te gaan. Totdat ik een berichtje zag vanmiddag. Er staan politieauto's en ambulances bij Paisley Park. Er is iets aan de hand, er is iemand overleden daar. Maar wie wilde ze niet zeggen? En ja, toen voelde ik, toen werd ik wel heel erg stil even, ja. Dus ja. Dit is wel goed mis, ja. Nee, maar goed, je wilt er toch, ik ben blij dat je komt, je wilt er toch over praten. Maar ja, het is inderdaad, ja, dat is voor jou echt een beetje... Erg. Ja, ja, precies. Ja. Maar ja, natuurlijk, ja, je wilt er toch over praten. Want het is gewoon een heel belangrijk deel van mijn leven, is het, ja. Voor jou ook, Jan, of niet? Ja, ik denk wel mijn grootste pop-idool, mijn grootste. Ja, gewoon in 1980. Mijn broertje nam me mee naar Paradiso, meen ik, of 81. Die had hem eerder in de gaten dan ik. En sindsdien heb ik gewoon altijd ben gefascineerd geweest. En op een gegeven moment heb ik een tijdje, dat is toeval, dat had eigenlijk niks met elkaar te maken, maar heb ik een tijdje in Minneapolis gewoond. Ja. Dus toen waren we buren, als het ware. En, ja, en ik weet nog goed dat ik me voornam om daar om dat Paisley Park binnen te dringen. In Chan Hassen, in Buitenwijk. En zei hij, buurman, kom maar binnen. Maar ik heb langs gereden, maar het is me niet gelukt. Nee, dat is toen niet gelukt. Hè. Maar hij had een nachtclub toen in downtown. Daar woonde ik vrij dichtbij, op loopafstand, de Glam Slam. Ja, precies. En daar wilde hij af en toe nog wel eens gewoon spontaan verschijnen en achter de piano kruipen. Ja. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt, ja, daar. En wat heb jij? Je hebt dat wel eens meegemaakt, maar dat wilde ik natuurlijk weten. Vertel het eventjes, wat gebeurde er? Nou ja, dat is gewoon een... Kijk, ik was daar writer in residence. Ik moest gewoon college geven en zo, dus ik had gewoon een heel... Bovendien was ik een boek aan het schrijven, dus ik was voortdurend... Je had wel wat anders aan jou. Ik was voortdurend aan het werk, maar ik werd enorm naar die Glam Slam toegetrokken. Want tuurlijk. Ik dacht, ja, mijn vrouw was hoogzwanger, dus die ging daar niet mee. En dan ging ik alleen af en toe... En dan ging ik daar aan de bar zitten en dan een beetje om me heen kijken. En hopen dat die... En op een gegeven moment gebeurde dat dan inderdaad, ja. Er waren allerlei acts. En op een gegeven moment stond meneer zelf daar. Maar gewoon totaal onverwacht. Je stond ongeveer een meter van hem af. Weet je, daar hield hij van. Dat deed hij vaker. Ja. Ook die fameuze aftershows en zo, weet je wel. Dus ja, dan ging hij. En soms was het een set die tot 4 uur in de nacht doorging. En soms was het maar 2 nummertjes of zo. Ja. En jouw vrouw hoogzwanger, je was er heel hard aan het werk. Maar je dacht, er zijn belangrijke dingen in het leven. Nou, dus ja, ik vind dat alles voor. Ja, ik bedoel, je woont maar één keer in je leven daar, weet je. Natuurlijk. En het rare was ook dat ik jaren later, nee, 2 jaar later, in 1994, was ik op reportage in Miami. En er was aan de boulevard, maar dan aan de achterkant van de boulevard, ik vergeet even hoe die straat heet, grote uitgaansstraat, was 1 gebouw totaal in de stijgers met
gekleurde lappen. En iedereen was allerlei geheimzinnig gedoe over wat dat was. En toen ineens bleek, dit wordt Clam Slam Miami. Yeah. Yeah. En die wordt volgende week geopend. Yeah. En ik was daar op reportage in de modewereld. Dus ik maakte een portret van allemaal young, hopeful fotomodellen. Dus ik had een groepje om me heen van jongens en meisjes, allemaal heel mooi. Die daar allemaal de hele dag al die modellenbureaus afgingen. Dat was mijn onderwerp. En die raakten helemaal uit in extase toen ze hoorden dat dit de Glam Slam. En dat mogelijk, want niet alleen Prince zou daar verschijnen, maar ook Madonna, Halle Berry. Enfin, zo'n hele lijst namen zoomde daar door die. En toen, omdat ik die mooie meiden bij me had, kon ik ook op een gegeven moment geregeld krijgen dat we erin mochten. Nee, dat is toch de truc, dat weten we allemaal. En die hebben toen daar zijn wij van afhankelijk. Ja. Die hebben toen op die verhoogde podia ook gestaan om te dansen. Kijk even naar Gerard. Dat was een videolink met Los Angeles. En daar verscheen. En toen, dat was het was de eerste verjaardag van Tafkap. Dus het was gewoon een verjaarspartijtje voor Prince. Ja, dat is waanzinnig. Maar dat betekent dus, en ook nog dat historische moment. Maar Gerard, daar kun jij wel overheen met de verhaal, denk ik. Nou ja, eroverheen. Je had geen mooie vrouwen nodig om in te schrijven. Ik was uitgever van Orenhitkrant. Ja. En ik werd uitgenodigd. Ik moest ook daarvoor goedgekeurd worden door het Prince Management. Via de platenmaatschappij, Warner nog in die tijd. En hoe ging dat dan? Waarom werd je goedgekeurd? Nou ja, ze wilden een aantal mensen, een aantal journalisten hebben. En dat was ik niet, want ik was uitgever. Maar omdat ik van twee bladen uitgever was, vonden ze wel interessant om mij uit te nodigen. Via de platenmaatschappij. En dat was een concert in Bercy in Parijs. Het was een Sign of the Time concert. En het bijzondere daarvan was niet alleen dat ik daar mocht zijn en het concert mocht meemaken, maar er was daarna een persconferentie in het Bois de Boulogne, waar we in een prachtig bootje, verlicht bootje, naar de overkant werden gevaren op een eiland in Bois de Boulogne. En daar was een grote witte tent en er was Prins met zijn gevolg. Ik was met twee andere journalisten, althans met een televisiemaker, Peter Adrichem destijds van Countdown, en Jan Steenman, dat was hoofd Afro Radio. En we mochten Prins een hand geven. En daar voelde iedereen zich veel te groot voor, maar ik wilde hem graag een hand geven. Dat was alleen al omdat ik twee zoons had die net zo'n grote fan waren als ik. Dat als ik een hand heb gegeven, dan. En ik kom daar thuis mee met het verhaal. Dus als ik het vergeet, geef mij een hand. Dan zou ik er ook een dichtbij. Heel fijn. Ja, heerlijk, hè? Maar goed, ik mocht dus in de rij staan tot ik aan de beurt was. En je moet je voorstellen, nou ja, ik ga niet staan, maar je hebt gezien, ik ben niet zo groot. Maar ik stond tegenover een heel klein mannetje die op zulke hakken stond. En ik was zelfs nog iets groter dan hij. Dus dat was een beetje een rare teleurstelling ook, of niet? Nee, maar een vreemde confrontatie. En ik stelde me voor. Ik zei dat ik uitgever was van twee muziekbladen, dat ik een groot fan van hem was. En met een heel hoog stemmetje zei hij, thank you. En dat was het. En toen ging ik weer terug. En toen kwam er iemand van het management naar ons toe en die stopte ons een paar badges in de hand. Want hij ging een afterparty doen in Le Bain Douche in Parijs. Het zou rond een uur of vier 's nachts gebeuren. Ja, normale tijd. Wij terug naar het hotel om nog even een dutje te doen. Er was niemand die geïnteresseerd was, behalve de man van de platenmaatschappij. Die moest natuurlijk wel, de pieren, die moest nou van mij begeleiden. Want ik wilde er per se naartoe. Je moet je voorstellen, dan kom je Le Bain Douche, een heel klein zaaltje in Parijs. Die straat, het straatje stond vol met mensen. Want het was natuurlijk uitgelekt dat Prins zou wat doen daar. Ja. Er stonden allemaal zulke grote bodyguards. En iedereen werd opzij gegaan, want ik had zo'n badge op. En wij mochten Le Bain Douche in. En nu, en dit is echt legendarisch, ik kwam in het zaaltje. Een podium in Le Bain Douche was ongeveer een halve meter hoog. En ik dacht, ik wil hier niets van missen. Dus ik ging alvast voor het podium staan. De man van de platenmaatschappij gaf mij een biertje. Ik bleef staan daar. Ik denk, ik blijf net zo lang staan tot hij komt. Nou, dat duurde behoorlijk lang nog. Ja. En toen kwam hij op. Sheila E. was erbij enzovoort. En hij komt op. En op het moment dat hij opkomt, zijn een aantal Parijzenaars die dus naar voren wilden dringen. Ja. En ik stond er met mijn biertje. En ik werd in één keer werd ik dus echt omsingeld door allerlei Parijzenaars. En Prins die was begonnen te spelen. En ik werd nog meer in achter gedrukt. Ik werd boos. En hij zag dat gebeuren. En dit is voor mij een fantastische ervaring. Want hij stopte het concert. Zo. En zei, de man
met het grijze haar die hier vooraan stond, die hoort hier vooraan te staan. En dat zegt wel. Dus ik mocht daar weer vooraan staan. Kijk eens. Ja, we zitten toch met enige jaloezie hier naar te luisteren. Ja, hoop, Jan, dat ik je enigszins heb kunnen overroelen. Nou, ja. Is de naam Paisley al een paar keer gevallen? Ook niet Stefan die jou te kijken. Jan, wat je aan hebt, maar dat is inderdaad dat jasje. Heb, daar zit ook een Paisley doorheen. Uit eerbetoon aan de meester, ja, heb ik alle kledingstukken die ik kon vinden waar het Paisley-motief in zit, heb ik aangetrokken, ja. Dat Paisley Park, dat had voor mij toch ook altijd wel een soort mythische allure. Ja, tuurlijk. Het was heel vreemd als je daar langs reed, want het was eigenlijk een soort compound met een groot hek eromheen en een beetje amorfe witte gebouwen. Maar je zag wel eens beelden van binnen en dat was een soort sprookjespaleis. Ja, maar hoe is wat gebeurde? Ja, hij heeft twee zalen daar. Een kleine zaal waar hij dan intieme concertjes gaf. Ja. En een grote zaal waar hij gewoon heel vaak speelde. Ja. En dan op het laatste moment dat ze aankondigde, en dan konden mensen gewoon binnen voor $10 en dan sta je gewoon weer naar Prince te kijken. Ja, dat deed hij dus wel. Dat deed hij eigenlijk wel zijn hele carrière door. Ja. Niet een bepaalde periode, had ik nog een beetje in mijn hoofd, maar hij deed het altijd. Van dat laatste moment. Hij, en dat... hij wilde niet, en dat vond ik altijd. Ik vond hem dus een briljante muzikant, maar ik vond hem ook een sympathiek mens. Mm-hmm. Omdat hij niet zich wilde onderwerpen aan de cynische wetten van de muziekindustrie. Hij had daar zo zijn eigen opvattingen over. En dus er zijn weinig grote muzikanten die zo ver zijn gegaan in het naar hun hand zetten van hun eigen distributie. Ja, mag ik dat even checken? Is dat niet toch een geromantiseerd beeld? Het is werkelijk zo uit het dan. Ik denk dat Jan daar gelijk in heeft. Ja, het heeft ook wel wat nadelen overigens. Want kijk bijvoorbeeld naar zijn laatste albums. Die zijn eigenlijk niet meer fysiek verkrijgbaar. En hij zet niks op Spotify, hij haalt alles eraf. Ja. Je kan er bijna niks op YouTube. Je moet lid worden van Tidal, wil je het horen? YouTube-clips te kijken. Je moet toch wel stappen doen. Je moet echt wel, hè, omdat, en dat is natuurlijk een beetje een... Maar je wil die industrie veranderen, hè? Dat wilde hij heel graag. En ook dat hij toen zei, weet je wel, dat hij Slave op zijn wang had getekend enzovoorts. Dat vond ik... Achteraf gezien was hij wel een pionier in dat opzicht. Want ja, de muziekindustrie is natuurlijk enorm... autoritair en rigide. En daar heeft hij wel, dat heeft hij behoorlijk effectief aan de kaak gesteld. Maar er liggen hier gelukkig heel wat albums ook op tafel. Ja, mannen, ik heb meegenomen. Die heb je meegenomen, die gaan we straks allemaal rustig bekijken. Die zijn in beeld geweest. Het is een heel klein eerbetoon, maar toch een eerbetoon. Ik dank jullie in ieder geval voor deze... Het was een schok, wou ik toch nog zeggen. En er is één nummer van Prince wat mijn favoriet is toevallig. Dat is Sometimes It Snows in April. Het is april. En voor mij is het zwarte sneeuw die vandaag valt. Ja, dat is ook een van mijn favorieten. Ja. Dat gaat ook over Minneapolis, ja. En ik dank jullie voor dit gesprek. Oké. Hartelijk dank.